Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve de Remus. Jawel, ziet het project, daar ben ik ook nog altijd mee bezig. En de vlog van gisteren, die zat op renderen. Zo, ik ga mijn bezoekers even naar huis brengen. Dan ga ik nog even mee bezig houden op de computer. Waar ik dan... wacht ik tot de bezoek terug, dan belt naar mij toe. En dan ga ik het halen. En dan gaan we nog leuke dingen doen. En wie weet, komt mijn maatje met me vandaag. Jawel. Oh. Maar ik ben nog niet. Ik heb nog vandaag nog één ding nog gedaan. Dat ga ik jullie ook laten zien. Dat is de deur eerst toe doen, want dat moet ook, of anders kunnen de dieven daar binnen. En dat willen we niet. Kijk eens. Voilà. Ik heb ook de vuilzakken buiten gezet. Nee, dat is niet allemaal van mij hoor. Nee. Dat moeten jullie niet denken. Nee. En ik heb eigenlijk eens zin om eens heel hard hoeren te roepen, zo gelijk om een lampparty. Want dat begin ik wel te missen, een lampparty. En de volgende lampparty die ik ga en de Cycle TV community naartoe gaat is Xlan 2.21. Ik ben de datums even uit het hoofd vergeten. Maar er zijn nog altijd zitplaatsen beschikbaar, dus als je nog altijd onder de Cycle TV community wilt komen, schrijf je gerust in. Dus op www.x-lam.be. Voilà, ze. Heb je eens reclame gemaakt voor hun. En ook schrijf je dan ook in natuurlijk voor de Halloween EDC van deze jaar ook nog, de CU-LAN. Die gaat door in november 8. 9 en 10 november. 8, 9 en 10 november, dan weet ik wel dat de 11 november een wapenstilstanddag is. Voor in België dan toch, ik weet niet of dat in andere landen ook zo is. Dan ben ik daar ook aan. Ik heb wel jammer dat het geen 4 dagen dan zijn. CU-LAN, je had de kans! Je had de kans om 4 dagen te organiseren. Maar ja, oké, maakt niet uit. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. De vlogs en al. En het project, die zijn momenteel bezig. Het project kan nog 30 uren duren, want dat heeft hem nodig om het te renderen. 30 uren, dus dat is meer dan een dag. Ah! En dan moet er nog een tweede nog gerenderd worden. Ah! Oké, dat moest er even uit. Dus de tweede, dat betekent, die heb ik dan, die project waar ik dan het eerst heb ingestoken, die heb ik dan nog een keer eens extra versneld, naar een uur toe. En daar moet dan ook nog eens muziek onder gezet worden. En dan kan ik dat ook weer al online zetten. Dus binnenkort leuke filmpjes op mijn YouTube kanaal van het weer. Allee, tot straks allemaal. Yo. Weet je welk liedje dat nu op de radio was? Don't you worry, don't you worry. Dus ja, oké. Het zal... Don't... Niet... Worry. Zorgen. Maak je geen zorgen. En die ruit hier langs mij is dus niet te goed toegedaan. Ik hoor dat al. Ja. Voilà, zo nu is hem te goed toe. Mannekes. Het is ook weer al ontzettend druk. Het is eigenlijk nog maar 8:28 hè mensen. Oh my fucking god. En ik ben al wakker en ik heb mijn bezoek ook al weggebracht. Wat ik wel zo jammer vind is dat de pesters hebben we toch wel al een klein beetje gewonnen. Bezig. Ik zeg het alleen maar omhoog dat die bij mijn bezoeker, dus ik moet haar nu dus of hem zo dus noemen dat zij dus of hem niet meer in mijn vlogs wil voorkomen. Ook niet met de naam.
Maar ik al 2 weken break voor alles zo wat op punt te stellen en al. En dan in één keer, ja nee, we willen toch nog niet in de vlog. Menneke, is hier niet 70, 90. Allee jongen, kom aan, 90. Dat is 70 rijden, hè. Rechtdoor, dat die van de En langzaam reed er niemand niet, hè. Niemand niet. Waarom blijft hij dan dat hij rustig rijden? Ja, ik heb het dus echt... en hoe houden jullie het uit met die warme dag? Want als deze vlog online komt, is het zaterdag. Dus dat betekent dat dan ook de warmste dag is aangebroken en al. En mijn vlog komt om 7 uur online, wanneer dat de warmte al is gepasseerd of ook al aanwezig is. Dus ja. Hoe hebben jullie het overleefd? Ik zal het zaterdag wel zeggen in mijn vlog die dan zondag online komt. Hoe ik het heb overleefd met deze warme temperaturen. Ik denk dat ik niet te veel ga doen. Ofwel warmste momenten mij heel rustig bezighouden. En dan als het terug begint wat af te koelen, dat ik andere dingen begin te doen. Ook beginnen met de vloggen of zo. Noem maar op. Dag koeien. Dag koeien in the way. Dag ene van Maas. En dat komt van hier. Van Kristal Alken. Ah wel. Ik moedig het niet aan. Maar ik wil dus gewoon eens weten. Want ik weet sowieso dat er alcohol... ook benut wordt in mijn community. Dat is normaal. Dus iedereen gaat wel eens een pintje drinken op café of zo. Maar wat is jullie favoriete pintsoort? Kristal Alke, Alke Maas, Jupiler, Duvel, Palm. Dat zijn de enige bieren die ik dus echt ken, hè. Even wachten, want er is iemand aan het manoeuvreren voor achteruit te geraken. En wil ook een bedankje geven, want die gaf ook een bedankje terug. Dus dan bedank ik ook die personen dan ook weer al helemaal terug. Ja. Even kijken hoe het staat nu bij mijn vlog die vandaag online moet komen. En mijn project, zo was het. Oh, ik was even moe. Ik ben er altijd wel moe. En is dat dus echt een kabinet zo op het tanden. Holy shit, Krevel is hier. Die zijn daar een droogkast af aan het leveren. Dus iemand heeft daar een droogkast besteld. Moet kunnen, hè. Voilà. Oh, en nu eens gaan kijken hoe het dus met mijn project. Holy shit, wat lawaai. Toen. Jullie van de GoPro houder. Ja, dat is zo'n GoPro houder waar ik jullie in één keer kan uittrekken. En dan zijn jullie al mee. Schone vliegtuig.
kom er zelfs niet eens op de naam vliegtuig. Maar Timmy toch? Allee, ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Yo. Ah ja, ik ging jullie meenemen naar mijn project. Timmy, waar is uw verstand? Ik weet het niet van mijn verstand is. Ik weet het niet. Het is toch eigenlijk altijd zo raar, hè? Dat twee vloggers, twee ja, content creator, dat we toch eigenlijk heel veel in onze eigen praten, maar eigenlijk tegen een camera. Dat is mij wel opgevallen. En dan gaan we eens kijken, hè. Hoe zit het ermee? Oei, ze zijn nog allebei bezig. De andere moet nog 23 minuten, pak 24 minuten, en de andere nog 31 uur en 56 minuten, dus 32 uren. Een hele lange project. Zeg dat wel. Maar ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ja, ja, ja. Want ik moet ook nog ergens naartoe bellen. Tot straks. Yo, yo. En weet je wat, mensen? We gaan nog eens een keer 6 vragen doen. Want daar heb ik nu weer eens even een schoesting in. 6 vragen. Dus ik heb hier al het hoopje vast. Ik ben goed aan het schuffelen. Voilà. Ik pak er nu weer eentje ertussenuit. Voilà. Oh, pak ik weer al waar de antwoorden dus al zichtbaar zijn. Oké. Welke gebergte overspant Oostenrijk van west naar oost? Oh, dat is zo'n gemakkelijke. Zo'n gemakkelijke. Kom aan, mensen. Vanaf nu. En dat was dus de Alpen. Dan, welke superheld lijkt op een grote vleermuis? Vanaf nu. Batman! Batman! Jawel, dus Batman. In welke shot meer bleed het monster Nessie zich schuilhouden? In welke shot meer bleek het monster Nessie zich schuilhouden? Oh ja, dat is een bekende monster. Dat is Loch Ness. Iedereen heeft daar toch wel al ooit van gehoord, hè? Oké. Hoe geef je in een e-mail aan dat je aan het schreeuwen bent? Hoe geef je in een e-mail of in een chatbericht aan dat je aan het schreeuwen bent? Hoe? Laat het in de comments eens weten. Hey! Hey, mensen! Niet roepen, man! Echt waar, man! Typ is toch niet eens anders met hoofdletters, man? Echt, stop daar eens mee! Ja, met hoofdletters. Hoofdletters is gelijk aan roepen. Daarom dat ik zo funny deed. Wat heeft je lichaam extra nodig wanneer je geeft? Vanaf nu. Voilà, zo. Dat is... Wat pak je dan in? Meer zuurstof. Voilà, zo. In welke sport kan je met dunk shot scoren? Met welke sport kan je met een dunk shot scoren? Vanaf nu. Bam, 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 bam. Basket. Jawel. Goed geraden, dames en heren. Hoe heb ik de entertainment daar rond gedaan? Laat dat alsjeblieft eens even in de comments weten. Want ik heb toch zo graag om toch nog eens een kleine tailkit er nog eens er bovenop te gooien. Want ik doe het nu toch ontzettend toch zo graag, hè. Voilà, ze. En nu zie ik de antwoorden niet, want ik heb nu eerst deze keer de bovenste genomen.
Maar ik zag... Oké. Dat is goed. Dat is een goede kaart. Dan kan ik er ook eens nog eens mee doen. Goed, mensen? Ja, oké. Welke vedette woont in het Waalse Boesval om haar Las Vegas show voor te bereiden? Welke vedette woonde in het Waalse Boesval om haar Las Vegas show voor te bereiden? Oh, ik weet dat dus niet, hè. Ik weet dat niet. Dat op die vraag moet ik sowieso al jammer genoeg zeggen van sorry, de punt is voor de tegenstander. En dat was Celine Dion. Ja hoor. In welke programma van Bart Peters gaf Jan Thijs zijn laatste tv-optreden weg? Ik weet het niet. Is dat niet tijd om te zien? Ik weet het niet. De liegende doos. De liegende doos. Nooit van gehoord. Welke patrouilles controleren in Antwerpen de politie op racistisch gedrag? Welke? De Rijkswacht? Ah nee, dat bestaat niet meer. Bij de Rijkswacht. Bij de Rijkswacht. Nee. Ik weet het niet. A en AE. Dus van Arabisch Europees Lichaam. En de L. AEL. Oké. Wist ik dus niet. Welk beroep beoefende jeugdschrijver Mark de Bel voor hij professioneel acteur werd? Ik denk dat hij heel veel verhalen over de natuur geschreven. Dus ik denk iets rond de natuur. Natuurbeheer. Ik weet het niet. Natuurbeheer is mijn antwoord, hè. En de juiste antwoord is onderwijzer. Mag ik, mensen? Mag ik? Kush. Dat ik dat niet wist. Echt niet. Met welke elektrische scooter met twee evenwijdige wielen hoopt de uitvinder Dean Kammen de wereld te veroveren? Ik denk, mijn antwoord is de step. Was jullie antwoord. De juiste antwoord is... Segway. Human Transporter. Segway. Dan de allerlaatste vraag en dan stop ik er wel even weer mee. Wie is met zijn 1,65 meter de kleinste tennisspeler ooit met een toernooizege achter zijn naam? Ik ben niet thuis in tennis. Ik volg de nieuws niet zo fel. Ik weet het niet. Wat is jullie antwoorden vanaf nu? En als iemand dat juist heeft, hè? Oh my god. Olivier Rajus. Oké, bij deze trivia time gedaan. Tot later. Tot straks. You. Zo, ik ga nu eens vertrekken richting ouders. Winkel. Juist, winkel. Mijn katjes moeten mee. Ik ga twee kratjes meenemen. Voilà, twee kratjes mee.
Wopstad reed en dan maar vertrekken. Dus zo, 1 naar mijn ouders en 2 naar de winkel. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo mensen, alles staat in een auto. Boodschappenlijstje gemaakt. Choco, Kellogg's koffie, melk, beleg, tandpasta, boter, Nesquik. Dat ga ik ze biedt kopen. Ik ben nu nog even van de warmte proberen gewend te geraken. Dus ik zie jullie allemaal straks eens terug. Yo, 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 want het is echt hot buiten. Zo, kijk eens. Ik ga nu nog eens wat brunchen. Want dat is hoog nodig, ook met deze warme temperaturen. Het is, waarom noem ik dat nu brunch? Omwille van dat het al na 12 is. Dus het ontbijt is ook al gedaan. Dus ik ga nu een heerlijke tasje chocomelk maken. Voilà. Ik ga dan ook een lekkere sandwich, 3 sandwichjes met choco eten. En daar met vlees erbij. Lekkere salami zonder look. Ja, want look heb ik niet graag. En hoe maak ik mijn sandwiches? Dat is... zeg het. Met boter. En morgen nog eens één keer naar de winkel gaan. Gewoon puur voor boter te kopen. Want dat ben ik wel vergeten te kopen. Maar ja, dan onder een duw. En dan, ja. Dat ziet... Choco, ga ik dat eigenlijk afsmeren. Maar ik ben zo terug. Dus, ik heb dus nu ben ik de boter aan het smeren. Op de 3 sandwiches. Want een klein laagje boter moet er altijd op zijn. En dames en heren, hoor dat. Weer al een nieuwe chocopot. Ai, 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 ai. En die zijn we nu aan het open doen. En dan gaan we een laagje choco erover smeren. Sandwichje toe. Sandwichje toe, trek, voilà. Nu nog de laatste. En dan opnieuw sandwichje toe. Ik kan niet voor voilà. Een allee, mensen, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo, yo, yo. Zo mensen, er is nu maar één leuke livestream over ganse YouTube bezig. Dat is Tomorrowland! Tomorrowland Main Stage. Kijk ernaar, want daar zijn ook wel mooie vrouwlies te bezien en al. Kijk er maar aan, ga genieten. En daar zijn ze nu goed aan het feesten. Deze lekkere warmte. Yeah, yeah, yeah. En ik ga nu ook een lekkere koude douche nemen. Hell yeah. Ik wil ook nog iets zeggen voor deze weekend. Er zijn weer al 2 games in de aanbieding die gratis zijn. Die van €19,99 is afgeprijsd naar €0. De Arcade Paradise van Epic Games. En de Made of Scare. Die kostte normaal gezien €25. En nu volledig gratis bij Epic Games. Dus profiteer ervan als jullie zeggen van oh ik wil die game ontvangen. Om mijn account. Dus klik. Dus de linken staan op mijn Discord. Kijk er even naar en dan bij Gaming News. Voilà. Kijk, hier nu heb ik een bak ijskoud water ingedaan. Die pak ik mee naar mijn douche. En die kap ik ze biedt over mij. Heerlijk met zo'n warme temperatuur. Tot later. Yo, 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 yo. Want ik moet nog zelfs nog ergens naartoe. Zo, hier. Lekker bij de douche aangekomen. Oh, jawel. Oh, jawel. Ik ga het doen, mensen. Dus ijskoud water is over mij laten stromen en al. Maar het is niet genoeg voor de gevoelige kijkers. Dus ik ga achter dat douchegordijn dat doen.
Maar als ik ijskoud water over mij ga heen laten lopen, ga ik hier nog wel mijn onderbroek dan wel even aandoen. Van ja, geslachtsdelen, dat mag niet in, op YouTube komen, sorry. En dan mee aandoen en dan zouden we eens nog ergens richting ergens dan naartoe gaan. Dus, ah ja, dus ik moet hier nog gauw eerst een zuiver onderbroek nemen. Dan met een emmer koud water. Die staat daar al klaar voor ons over mij te gooien. Dat gaat lekker heerlijk koud zijn. Dus dat is een goed. Voilà. En dan zie ik jullie zelfs voor eens mee te tellen hoe lang dat ik eens onder ijskoud water terug kan staan. Kijk, wel één ding zeggen mensen. Het is heel, heel, heel lang geleden dat ik het nog eens onder heel ijskoud water heb gestaan. Dus ja, tot zelfs. Zo mensen, haha. Dus een goed douche genomen. Ik heb nu mijn onderbroek aan, dat zien jullie. Dus de tijd is om de koude challenge te doen. Oh mannetjes, oh mannetjes, oh mannetjes. Ik ben er zo niet klaar voor, hè. Dat is nu dus nog heerlijk warm water. Oké, het is best een klein beetje over de dingen heen. Oh, wat ja. Oké. Ik zal zeggen, here we go. 3. Ik ga even de kabel anders draaien en dan ga ik opnieuw aftellen. 3, 2, 1, go. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 jaar. Heb ik de 30 gehaald? Ik weet het niet. Maar heel mijn vloer is wel klaar in dat. Oh, allemaal voor jullie, hè, mensen. Allemaal voor jullie. Oh. Oh. Dat doet goed. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Oh my god. Mijn vloer is kletternat. Even. En het veld erdoor, dan ligt hij hier altijd klaar voor zo'n challenges te doen. Oh. Oh, dat deed goed. Dat deed echt goed. Toppie. Oh. Ik ben nog na aan het genieten. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo. De beide erps gaan halen. Ga ik hier nog gauw dat verversen met koud water. Ik heb nu nog ongeveer een kleine 5 minuten om alles rond te krijgen. Dus wens mij good luck. Nee, ik ga jullie hier zo zetten. En hier gaat alles gebeuren in die pompbak. Even iets erbij pakken. Valassa. Met een ijsfles, die doe ik nu al open. Voilà. Dop eraf. Daar ga ik nog iets bij halen. En dat is een mesje. En ik zeg het u, hè. Dat plastic, dat springt van zijn eigen al. Holy shit. Oké. Dan doen we nog rond uitkrijgen. Ik wat? Ik ben nog iets aan het zoeken. Waar ik altijd zo mee sloeg. De ene schroevendraaier. Waar zeg ik naartoe? Ah, daar.
En dat is allemaal ijs, hè, nu. Hoho. En nog eens opnieuw. Dus alles is er bijna wel uit. Woehoe. Lekker fris, man. Hoho. Voilà, sa. Nu heb ik zo van die heerlijke dikke ijsblokjes. Oké, nu. We hebben nu de erbs gedaan. Ah, daar. Kijk, de erbs lekker vullen op met ijswater. Dus voilà. Eerst gaan we vullen met koud water. Nee, ik weet wat. Eerst de ijs erin. Probeer ook dikke brokken hierin te gooien. Het is wel lekker plakkerig. Hoho. Mijn dingbus is gewoon aan het roken. Deze hier gaat er ook nog in. Of niet? Deze gaat erin, ja. Deze zet er een keer in. Voilà. Het is vol. Het is vol. Nu hebben we gewoon ijskoud water. Voilà, nu dit erin. Voilà, ik heb ijskoud water. Dit doe ik dus opnieuw met deze erf. En ik ga deze avond ga ik nog eens een keer in de douche. Dus ja, ik heb mij nu gewoon afgespoeld met koud water. Voilà. Nu eerst die erf erin. Hoppa! Voilà, ze heeft ook nog een goede tikken. Ik ga hier ook nog eens eerst intikken. Voilà, nog een goede. Ga ik er perfect in. Nee, nog iets kleiner. Ah! Voilà, nu ga ik die er wel in. Ik zeg het, het ijspad hier in de ronde. Dan nog wat crunch erbij. Nog wat crunch. Hoppa, voilà. En dan nu nog wat ijskoud water voor haar. Voilà, ça. Dan nog proberen haar erp toe te krijgen. Dat is bij deze gelukt. En dan is dat ook lekker ijskoud om mee te nemen. En de rest van het ijs laat ik nu ook smelten. Ja, kan ik toch niks meer mee doen. Met de fles kan ik helemaal genoeg ook niks meer mee doen, maar daar kan ik geen water meer in doen. Dus wat ga ik nu doen? Dus dat is, ik ga lekker smelten, voilà. Ga ik nu naar mijn slaapkamer toe. Ik heb daar nu een kleine doosje gemaakt. En daar pak ik gewoon nu een nieuwe lege fles. Daarom dat ik ook de flessen zo wat aan het verzamelen ben en al. Dus die spoel ik nu uit. Want morgen gaat het opnieuw een hot dag worden. Je moet zo stil gezegd van wel gaan vertrekken, Dimi. Ik weet het.
kassa. Nu nog één keer. Goed laten vullen. Dan nog eens een keer uitspoelen. En dan trek vullen met ijskoud water. Dat dan opnieuw ijs kan worden. Maar je hebt er altijd zo'n draaikolksje in. Dan is hier ook rapper leeg. Dat is ook een hint wat ik jullie geef. Nu de bus goed vullen met ijskoud water. Voilà. Deze is nu goed gevuld met ijskoud water. Deze gaat nu de diepvries in. Ik zal zeggen, lekker ijsplezier. En dan ga ik alles nu mee naar ondernemen. Yo, yo, yo. Hallo kijkers, jawel. Welkom op de allerlaatste stukje van mijn vlog. Ik heb het jullie gezegd dat ik nog eens een tweede keer nog eens ijskoud water over mij laat vloeien. Maar eerst lekker gewoon warm water. Dat het eerst gewoon wordt. Ja, ik heb hier al gewoon mijn onderbroek aan. Ik weet wel waarom dat ik dat doe. Oeh, dat was al iets te warm. Mijn haarkjes goed nat maken. Zo, en morgen vroeg ga ik mij een goede douche nemen. Maar nu, iets harder en nu koud water. 3. Ik denk dat ik minder lang kan dan 3 uit. 3. 2. 1. Go! 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56. Ik denk dat ik hem in de klok kunnen volhouden, mensen. Ik hoop dat ik een minuut heb kunnen volhouden. Ik hoop dat. Ik hoop het echt oprecht, want oh my god. Ik heb er veel voor over gehad. Voor deze content. Wat blijft? Ja. Dat ziet altijd hier op de grond, man. Hoe nat. Ik ga nu mij afdrogen. En dan ook richting mijn bedje toe gaan. Ik heb daar ook een airco gezet met ijskoud water. En die is er nu ook aan het bollen. Nu even dit weer al opwrijven, dat dat niet te lang hier blijft liggen. Voilà. Mannetjes, dat was koud. Maar ik hoef, dat deed echt heerlijk. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet in mijn bouwgoed te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, een video, livestream of iets anders er is. Voilà. Vergeet mij ook niet te volgen op Twitch. Daar komen ook de livestreams op. Zoals ik hier op YouTube. En voor de rest zeg ik als altijd. Yo, 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 yo.